Alle pijlen zijn erop gericht om op 4 januari te beginnen met vaccineren. Maar is Gelderland er klaar voor? Goedenavond. En verder in het nieuws vandaag. Waarnemend burgemeester Harry de Vries van Scherpenzeel verdient excuses van de voltallige gemeenteraad. Hij is respectloos behandeld. En containers vol met vuurwerk onderweg naar Gelderland. Maar importeurs kunnen het vuurwerk niet kwijt. Op het moment dat er geen oplossing komt voor dit probleem, dan zullen ze niet naar Gelderland toekomen. Want ik wil me aan mijn vergunning houden. Ik moet me aan mijn vergunning houden. Waar en hoe gaan de inwoners van Gelderland straks gevaccineerd worden tegen COVID-19? Verwacht wordt dat kwetsbaren en zorgverleners als eerste aan de beurt zijn. Maar als het vaccin beter geschikt is voor de rest van de Gelderlanders, zijn de GGD's dan klaar om op grote schaal te gaan inenten. Verbaas me ook al wel waarom er niet eerder veel meer aandacht is geweest. Waarom is daar niet al in de zomer over nagedacht? Je kunt best wel een aantal scenario's opstellen. En dan op het moment dat je meer weet, besluit om enkele van die scenario's te gaan uitwerken. De hoogleraar operationele research en logistiek verwoordt wat er de afgelopen dagen al veel gezegd is. Straks is het vaccin er, maar kunnen we niet gaan inenten omdat we er niet klaar voor zijn. In Duitsland en Engeland zijn ze dat wel, waarom wij dan niet? Er is bijvoorbeeld veel kritiek op de GGD's, die nog geen grote locaties gereserveerd zouden hebben voor massavaccinaties. De GGD's herkennen zich niet in de kritiek. We hebben natuurlijk afgelopen zomer al lang aanzien komen wat we nu aan het voorbereiden zijn. Dus we zijn afgelopen zomer ook al begonnen. De laatste 4-5 weken zijn we wat de diepte in gegaan, omdat ook dat moment was dat we bekend is welke vaccins onze kant op komen. Maar dat er nog veel niet bekend is, is wel duidelijk. Over de werking van de vaccins bijvoorbeeld. Over welke vaccins wanneer ingezet kunnen worden. En het vervoer en distributie van de vaccins. De samenhang in dat netwerk, die is essentieel. En die is ook het meest complex. Volgens de GGD's wordt er dagelijks overlegd met relevante partners en liggen alle draaiboeken klaar. En worstelen onze oosterburen ook nog met veel vragen. Ook in Duitsland hebt u waarschijnlijk wel gezien is dat ze de hal klaar bestaan, maar nog niet de mensen geworven hebben. Omdat ze ook nog niet weten hoe het precies eruit ziet. Dus ja, het is net wel welke kant je begint. Maakt ook niet zoveel uit. Wij hebben goede ervaring in Nederland met grootschalige vaccinaties. Als het daarom gaat, ben ik van overtuigd dat we heel snel kunnen schakelen. Een mogelijke herindeling en een bestuurscrisis. Het rommelt in Scherpenzeel. En nu krijgt de politiek ook nog een tik. Uit een rapport blijkt dat waarnemend burgemeester Harry de Vries respectloos is behandeld door de wethouders. Harry de Vries zit al sinds september van dit jaar ziek thuis, nadat de wethouders van Scherpenzeel het vertrouwen in hem opzegden. Ze beschuldigden hem van lekken. Maar in een vandaag verschenen rapport staat dat hij in ere moet worden hersteld. De waarnemend burgemeester is zeer onheus behandeld en dat het aanbieden van excuses het minste zou zijn dat politiek gewenst is, nu zijn positie onhoudbaar is gemaakt. Ja, het is zo dat in dit geval in het rapport letterlijk wordt aangegeven dat de waarnemend burgemeester, dus de heer De Vries, onheus is bejegend door de Scherpenzeelse politiek. En ze vragen in dit geval excuses, in dit geval van de gemeenteraad van Scherpenzeel en inclusief ook de wethouders. En ze vragen aan mij, het rapport vraagt aan mij als Rijksheer, commissaris van de Koning, om dat te bewerkstelligen. De gemeenteraad is nu aan zet om te reageren en om dus mogelijk excuses te maken. Voor Harry de Vries is het rapport een meevaller. Harry de Vries laat donderdagmiddag een Omroep Gelderland weten dat hij opgelucht is. Hij ziet het rapport als de start van een dialoog. Of hij ook terugkeert naar Scherpenzeel, dat is nog maar de vraag. Hij wil eerst afwachten wat de reactie van de gemeenteraad is. Twee mannen uit Arnhem die verdacht werden van het stelen van 100.000 euro bij het Rabobank-filiaal in Aalten in 2017 zijn vrijgesproken. Een van de mannen was de storingsmonteur die op die bewuste dag onderweg was naar de pinautomaat van het filiaal. Hij zei dat hij onderweg ontvoerd werd. Maar de politie geloofde dit verhaal niet. De rechtbank oordeelt nu dat het niet bewezen kan worden dat hij en de andere Arnhemmer de 100.000 euro gestolen hebben en sprak hem vrij. Waar de 100.000 euro gebleven is, is nog steeds een raadsel. De andere man kreeg overigens wel een taakstraf van 100 uur voor het witwassen van 15.000 euro. Vandaag is in Den Haag een kort geding over het vuurwerkverbod aangespannen door vuurwerkhandelaren. Ze vinden dat het verbod veel te laat is afgekondigd. Want zeker 130 containers vol vuurwerk zijn nog vanuit China onderweg naar Gelderland.
Al die miljoenen kilo's zijn bestemd voor twee van Nederlands grootste vuurwerkimporteurs die het zouden verkopen aan winkeliers. En door het vuurwerkverbod gaat dat dus niet door. En dus raken de bunkers overvol. Waar moet al dat vuurwerk toch naartoe? Dat is de vraag waar de regering en vuurwerkimporteurs zoals Leslie Vuurwerk in Lichtenvoorde mee stoeien. Want verkopen, dat gaat niet dit jaar. Het gevolg is dat wij met een hele hoop vuurwerk zitten. Met heel weinig en heel weinig werk voor onze medewerkers. We hebben hier 68 bunkers. En elke bunker mag ongeveer 50 ton aan vuurwerk liggen. Die zijn bijna tot het randje gevuld. Er kunnen nog een paar containers bij, maar dan houdt het op. En dat niet alleen. Er staat ook nog eens een flinke lading op de boot. Er zijn nog ongeveer 80 containers met vuurwerk onderweg voor ons. Maar dan deze vuurwerkverkoper uit Apeldoorn. Zijn bunker is helemaal leeg. Hier hebben wij normaal de vuurwerkopslag. Zoals je ziet ligt er alles behalve vuurwerk nu. Wat hij dan wel mag, wat kindervuurwerk, zoals dit. Maar alles bij elkaar betekent het toch een fikse financiële strop. We verkopen voor zeg maar 60.000 euro vuurwerk in. En wat we daaraan verdienen, ja, genoeg. Dit is 85% van onze omzet. Dat hebben we dus nu niet. Joris Vuurwerk blijft dit jaar noodgedwongen in de grote bunker. En daar blijft de vraag, wat moeten ze met al die partijen die nog gaan komen? Op het moment dat er geen oplossing komt voor dit probleem, dan zullen ze niet naar Gelderland toekomen, want ik wil me aan mijn vergunning houden. Ik moet me aan mijn vergunning houden. Zometeen een chocoladeletter van de winnaar van Heel Holland Bakt. Wie wil dat nou niet? En laat dat nou precies het probleem zijn. In Ede loopt het storm. Ja, we komen eigenlijk bijna niet aan onze normale werkzaamheden toe, omdat we elke keer letters moeten bijmaken. Vijf mannen uit Tilburg hebben celstraffen gekregen voor hun rol bij een drugslab in Zevenaar. Het drugslab werd in april vorig jaar opgerold aan de Doesburgse weg. De politie trof daarbij grote hoeveelheden grondstoffen voor synthetische drugs aan. Twee van de mannen kregen celstraffen van 10 jaar omdat ze ook betrokken waren bij twee drugslabs in Brabant. De anderen kregen straffen van 1,5 tot 3 jaar cel. Er komt een verbod op karbietschieten in Arnhem tijdens Oud en Nieuw. Dat heeft de gemeenteraad besloten. De raad is bang voor gevaarlijke situaties als mensen karbiet gaan schieten als alternatief voor vuurwerk. Alleen met toestemming van het gemeentebestuur is het straks nog toegestaan om karbiet te schieten. En dan alleen buiten de bebouwde kom en als er geen overlast is voor mens, dier en milieu. In Arnhem ging gisteravond een busje onder een viaduct van de A12 in vlammen op. Het witte busje stond geparkeerd onder de viaduct over de Roosendaalse weg en brandde rond 10 uur uit. De brand zorgde voor flink wat rook. Het is nog onduidelijk wie het busje daar had neergezet. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Westervoort zet zich in voor het behoud van de Werenfriederskerk. De katholieke kerk midden in het dorp wordt komend jaar aan de eredienst onttrokken. Maar de inwoners willen dat het gebouw blijft staan. Er wordt gezocht naar een investeerder die ook de sociale activiteiten in het gebouw wil behouden. Het gaat niet alleen om de kerk aan zich. Ook veel andere voorzieningen maken gebruik van de gebouwen. Ten eerste is er een huisartsenpost, gelukkig, die erbij hoort. We hebben hier achter de kerk een stiltecentrum. We hebben aan de overkant een vereniging van ouderen. We hebben een repaircafé, is daar te gast. Een fietsenproject is daar te gast, waar oude fietsen opgeknapt worden. En inloophuis De Herberg. Veel mensen die hier komen zijn wel alleen. En ook in de coronatijd, sinds we weer open zijn, merk je hoe belangrijk deze plek voor mensen is. Het geeft structuur in de dag. De medewerkers willen het liefst niet verhuizen, want geld voor een duur huurpand is er niet. We zijn altijd in heel goed contact met de mensen van de kerk en we weten dat die zich ook echt hard ervoor maken dat wij kunnen blijven bestaan. Maar ja, het blijft er wel een toch wat onzekere factor. Maar ook de inwoners van Westervoort vinden een toekomst voor de kerk belangrijk, blijkt uit een enquête. Daaruit blijkt dat er heel veel mensen echt wel grote waarde hechten voor het dorp. Dan zeggen dat moet behouden blijven, zowel het gebouw als de activiteiten. Een optie is dat in het gebouw gedeeltelijk appartementen worden gemaakt. Een plan om hier in de achterste gedeelte appartementen te bouwen en dan zou je daar niet meer kunnen staan. En een andere die komt en zegt van nee, we gaan hier een vloer in leggen. En beneden de vloer is allemaal sociaal, maatschappelijk, cultureel zingeving. En daarboven, de bovenverdiepingen, worden allemaal appartementen. En voorzichtig goed nieuws, er is al een geïnteresseerde. Het is een investeerder en die moet geld terugverdienen, maar investeerder met een zachte kant. En dat is wat wij zoeken. Ik zie het wel zitten, Henk. Ik word steeds enthousiaster van de plannen die we hebben. Ja, mooi.
door onze ogen gezien. Zo heet het boek dat IC-verpleegkundige Marcel Rekers heeft gemaakt. Tijdens de eerste coronagolf legde hij patiënten en collega's van het Radboud UMC in Nijmegen op de gevoelige plaat vast. De foto's zijn met interviews gebundeld in het boek. Het coronaproefpak gaat goed aan, zoals Marcel Rekers dat eigenlijk elke dag doet. Hij is verpleegkundig op de intensive care in het Radboud UMC in Nijmegen. Zijn hoofdtaak is het liefdevol verzorgen van coronapatiënten. Maar daarnaast maakt hij ook foto's. Ik ben professioneel fotograaf. Ik had in mijn leven nooit in calamiteiten situatie gezet om te kunnen en te mogen fotograferen. En nu gebeurt het op mijn eigen afdeling. Dus dat betekent dat ik vanaf dag 1 gedacht heb van dit moet ik vastleggen. Marcel zat letterlijk met zijn neus bovenop het nieuws. Hij fotografeerde collega's en na toestemming van familieleden ook patiënten. Hoeveel foto's hij precies gemaakt heeft, weet hij niet meer. Maar dat het er veel zijn, dat is wel duidelijk. Ja, ik werk alle diensten, dus dag, avond en nachtdiensten. Dat betekent dat ik altijd mijn camera bij me had en de camera ook de afdeling opging. Patiënten stonden altijd op de eerste plaats, foto's op plek 2. Dit vindt Marcel de mooiste foto. Een patiënt die in alle rust met veel verpleging vervoerd wordt naar een andere afdeling. Het typeert de coronatijd. En dat je dan in een leeg ziekenhuis de hectiek van dit beeld ziet, waarin een patiënt naar de CT gebracht wordt door mijn collega's. En waar maar één man, waar het normaal wemelt van de mensen, maar één man in die centrale hal zit om in een boekje leest en totaal geen besef heeft wat dan nu eigenlijk gebeurt. Een chocoladeletter. Wie kent hem niet? De lekkernij is onlosmakelijk verbonden met de Sinterklaastraditie. De populariteit ervan is ongekend, zeker zo vlak voor pakjesavond. En dat merkt ook oud Heel Holland Bakt-winnaar Hans Spitsbaard. Hij is sinds kort chocolatier bij Puro in Ede. Het is rennen en vliegen vandaag. Want er moeten nog tientallen chocoladeletters gemaakt worden. Met Sinterklaas voor de deur loopt het storm. We komen eigenlijk bijna niet aan onze normale werkzaamheden toe, omdat we elke keer letters moeten bijmaken. Maar dat is alleen maar leuk hoor. Ik krijg er geen genoeg van. En dat gebeurt hier allemaal met de hand. We gaan vandaag wel richting de 50, 60 letters gaan we zeker wel halen. Na het Heel Holland Bakt avontuur in 2017 is Hans zich gaan specialiseren in chocolade. Hij heeft een tijd als zelfstandig bonbonmaker gewerkt en kwam uiteindelijk weer in zijn geboorteplaats Ede terecht. Zo, nou die is klaar voor de verkoop. Hier smullen de mensen van zijn kunsten. Ik heb nu voor mijn mantelzorgers een heerlijke chocoladeletter gekocht. Voor mijn partner en voor een hele goede vriend van mij die altijd voor me klaar staat. Ik heb de eerste geproefd, die was uitzonderlijk lekker. Ja, en dan ga je gewoon voor de tweede ook nog en misschien nog wel een derde. Het is vandaag een komen en gaan van chocoladeliefhebbers. De voorraad chocoladeletters slinkt dan ook sneller dan verwacht. Er moeten snel nog meer letters bijgemaakt worden. Eén keer de G en één keer de J. Allemaal melk? Oké. Okay. Ik schat met een uurtje, anderhalf, dat ze klaar zijn. Het water loopt me in de mond. Dan het weer van Weerplaza. Het was een regenachtige dag vandaag. Vanavond en vannacht is het bewolkt en zo nu en dan valt er wat regen. De zuidoostenwind waait matig en het koelt af naar een graad of 4. Tegen de ochtend wordt het wat droger. Morgenochtend is het bewolkt met nog een paar laatste regendruppels. Daarna blijft het zo goed als droog en zelfs de zon prikt af en toe door. Het wordt maximaal 7 graden en de zuidenwind is goed aanwezig. Dan kijken we nog even vooruit. In het weekend wordt het maximaal een graad of 4 en in de nacht ligt de temperatuur rond het vriespunt. Het blijft tot zondagavond zo goed als droog en begin volgende week blijft het vrij koud met soms wat regen of zelfs natte sneeuw. Tot zover het Gelders Nieuws. Meer nieuws vind je in de app of op gld.nl. Ik wens u nog een fijne avond en graag tot morgen.